Dag allemaal, mijn naam is Jerry Maas en ik ben een van de debatleiders tijdens het Brabants ondernemerschapsdebat. En om jullie extra goed je te laten voorbereiden, heb ik een kort interview gehad met een van de juryleden van aanstaande maandag. En dat is Nathalie Mangelaars van Pitch Queen. Nathalie, wie ben je en wat doe je? Ik ben Nathalie Mangelaars van Pitch Queen en ik geef training in elevator pitchen. Nathalie, kun je me kort vertellen wat een pitch precies is? Je bent ondernemer en je staat op een netwerkborrel. Dan is er één vraag die iedereen elkaar continu stelt. Namelijk, maar wat doe jij? Ik ben benieuwd. Als ondernemer is het belangrijk dat je hier kort en krachtig antwoord op kunt geven. Dus je moet kunnen vertellen wie je bent, wat je doet, maar ook wat je onderscheidt van anderen. Dat is een pitch. Nu gaf ik het voorbeeld van een ondernemer, maar ik weet zeker dat jij ook al wel eens gepitcht hebt. Heb je bijvoorbeeld tijdens een sollicitatie wel eens kort en krachtig uit moeten leggen waarom jij de beste persoon voor die functie was? Dat is in principe ook een pitch. Pitchen is het vermogen om anderen binnen een hele korte tijd te enthousiasmeren over jezelf en je ideeën. Veel mensen vinden pitchen lastig en daarom komen ze bij mij. Waar ik mee help zijn vragen als, maar wat vertel ik nu wel en wat laat ik weg? Maar ook, hoe bouw ik een goede pitch op? Of, hoe zorg ik er nu voor dat het geen ingestudeerd verhaaltje wordt? Nou, ik krijg er superveel energie van om met mijn klanten aan de slag te gaan en hen te helpen met hun elevator pitch. Nou, dat lijkt me helemaal duidelijk, Nathalie. En nou ben jij een van de juryleden tijdens het Brabant ondernemerschapsdebat. Kun je vertellen wat jij nou verwacht van die middag en waar jij bijvoorbeeld extra op gaat letten? Nou, mijn ervaring met studenten is dat ze altijd graag willen winnen. Dus ik verwacht debatten op een hoog niveau. Waar ik uiteraard op ga letten is of iemand kort en krachtig zijn punt kan maken. Maar daarnaast vind ik één ander ding nog superbelangrijk. Namelijk of je echt kunt luisteren naar wat die ander zegt en dit gelijk kunt vertalen naar je eigen argumentatie. Nathalie, heb jij nog een laatste gouden tip voor de studenten die aanstaande maandag gaan debatteren? Mijn gouden tip aan studenten is de volgende. Zorg voor een pakkende opening. Dan is de kans dat je mijn aandacht gelijk pakt heel groot. En de kans dat je deze vasthoudt nog groter. Super bedankt voor je tijd. En voor de kijkers, ik hoop dat jullie iets hebben aan deze tips van Nathalie. Kom vooral terug naar de Facebookpagina. Want dit weekend zullen Rudy en ik ook nog twee gouden tips met jullie delen. Zodat je helemaal voorbereid bent aanstaande maandag. We zien elkaar in Eindhoven. Tot maandag.